In 2019 viert Nico zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf telt intussen 600 medewerkers die actief zijn in 12 Europese landen. Dankzij een doorgedreven automatisatie slaagt Nico erin om concurrentieel te zijn met de lage loonlanden. Het bedrijf focust daarbij vooral op het verkorten van de doorlooptijden. We beschikken over servo-gestuurde machines die in staat zijn om samengestelde producten te maken. Hierbij worden alle kritische stappen in het proces bewaakt door camera of een meetsysteem om mogelijke fouten direct kunnen te melden. Verder zijn die machines zo gebouwd dat ze zichzelf kunnen omschakelen naar een andere variant zonder een tussenkomst wanneer er verder in het proces een obstructie is. Elk proces wordt op de voet gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Nico is verticaal geïntegreerd. Het ontwikkelt eigen innovatieve toepassingen waarbij R&D, prototyping, operations en kwaliteit nauw samenwerken. Dus een ontwerp van een kunststofstuk gaan we eerst via een vloeisimulatie nagaan of dat er mogelijke problemen later kunnen ontstaan. De matrijzen worden hier zelf ontwikkeld aan de hand van de informatie en we kunnen de delen meten met een 3D-meetmachine zodanig dat we op voorhand weten of er eventueel problemen zullen ontstaan in de matrijs. Tot slot is Nico ook op ecologisch vlak een voorbeeld voor de sector. In 4 jaar tijd werd hij bijvoorbeeld de kosten van afval gereduceerd met meer dan 70%. Naast de typische milieubeheersaspecten, zoals groene energie, dus zonne-energie, groendaken, waterdoorlatende parkingen, buffering van regenwater, zetten wij sterk in op specifieke duurzaamheidsaspecten, dus die echt in het productieproces geïntegreerd zijn. En dan denk ik aan onze biofilter op de laklijn om onze solventstroom met behulp van bacteriën te gaan zuiveren, zonder dat er afval verderop gecreëerd wordt. Ik denk dat het belangrijk is dat er organisaties bestaan, zoals bijvoorbeeld Flanders DC, die design stimuleren, die ook begeleiding verzorgen, die er eigenlijk voor zorgen dat er een gemeenschap ontstaat die met het onderwerp bezig is en waar je ervaringsuitwisseling krijgt, waar je kruisbestuiving krijgt, waar je elkaar stimuleert om dat beetje verder te gaan. Het doet altijd zeer veel deugd om erkend te worden door zijn peers. En dat is wat de Henri van der Velde prijs voor ons betekent.